Ik ben Axel, een nieuwe week. We gaan natuurlijk weer van start met een VersoBlocks update. En het wordt een interessant exemplaar, want we hebben eindelijk weer wat tekenen van leven gezien vanuit de crypto sector. En daarmee bedoel ik de meeste grote cryptos die toch behoorlijke nieuwe mooie bedragen hebben mogen neerzetten. Mooie pluspercentages. En ja, dan is het natuurlijk nog interessanter om te gaan kijken wat er precies is gebeurd. Oftewel het laatste nieuws. Waarom ook niet? We gaan gewoon ouderwets van start met de ETF-flows, heel kort nakijken. Maar het wordt wel interessant, want we zien hier namelijk bij de Bitcoin-variant echt weer hele mooie cijfers genoteerd worden. Nou was er in principe al weinig op aan te merken, want zoals je ziet waren we al twee weken bezig met netto-inflow, groene cijfers noteren dus. Ja, echt heel hoog. Dat waren ze nog niet. We zien nu wel dat we dus de afgelopen vrijdag, de laatste handelsdag van vorige week was dat, hebben afgesloten met een serieus bedrag. 252 miljoen Amerikaanse dollar, een kwart miljard dus. Dat er de ETF-markt weer is ingevloeid met op zich een redelijke verdeling. BlackRock neemt opnieuw het grootste deel voor haar rekening, 86,8 miljoen. Maar goed, ook Fidelity doet gewoon serieus mee met 64 miljoen. Uh, wat dacht je hier bijvoorbeeld van Bitwise 42,3 miljoen en ook hier bij Arc 23,8? Uh, wel zien we nog steeds, is die trend wel intact? Uh, Grayscale waar outflow genoteerd wordt 35,6 miljoen, maar mag de pret niet drukken. Uiteindelijk weten we dus een heel mooi bedrag neer te zetten. Dan is het wel ook opnieuw zo dat dat voorbehouden blijft aan Bitcoin. De Ethereum ETF-flows, daar zien we dat helaas nog niet in terug, want daar zijn we gewoon al twee volle weken op rij rood aan het noteren. En ook afgelopen vrijdag, dus, weten we dat we niet te keren dat hij 5,7 miljoen in het rood aan outflow. En daarmee komen we dus op een totaal ook behoorlijke outflow van bijna een half miljard. Nou, hier is dus nog wat werk aan de winkel. Maar voor Bitcoin zag het er in ieder geval heel goed uit. Dat zien we ook terug in de Fear and Greed Index op CoinMarketCap. Die noteert 56. We zijn weer bijna uit het neutrale gebied in dat opzicht. En komen we dus meer in het nog meer optimistisch gebied terecht? Zover is het nog niet, maar we bewegen langzaam maar zeker wel die kant op. Uh, en ja, het gaat natuurlijk met name om wat er hieronder allemaal te zien is. De bedragen, zoals bijvoorbeeld Bitcoin, dat bijna 64.000 dollar noteert. Ethereum boven de 2700. En overigens, nu weer toch zijn. Ga ik even hieronder kijken. want uh, Tron die flikt het gewoon. Die weet nog een plekje omhoog te schuiven. Nummer 9 mag die uh, tegenwoordig op pronken. Ruim 16 cent per coin, dat komt uh, door een plus van meer dan 21% over de afgelopen week. Ook al moet ik wel zeggen: deze stijging in de top 10 is met name te danken aan de stevige daling van toncoin. Dat juist 20% zakt in diezelfde periode. Hoe dat komt, gaan we zo meteen naar kijken. Maar per toncoin ben je op dit moment 5,54 dollar kwijt. En dat is dus aanzienlijk lager dan dat we de afgelopen periode hebben gezien. Maar laten we ons even gaan focussen op deze, op Bitcoin. Want daar is iets bijzonders gebeurd. Dat gebeurde ook eigenlijk de laatste handelsdag van vorige week, de vrijdag. Uh, daarin werd de beweging in gang gezet. Voor de grafieken gaan we natuurlijk aan het einde van deze video verder op het trading view. Dan ga je het helemaal goed zien. Uh, maar het kwam erop neer dat we zo'n 7% wisten te plussen in die dag. Nog iets meer zelfs op het hoogtepunt. Toen wisten we dus de 64.000 dollar weer aan te tikken. Dat was uh, lang geleden. Um, daarmee werd de eerste toon gezet. Uiteindelijk is het zelfs gisteren nog eventjes gelukt om boven de 65.000 dollar uit te komen. Dat weten we weten dus nog niet vast te houden. Maar het zijn wel weer serieuze stappen die we eindelijk omhoog weten te zetten voor Bitcoin. Um, maar het startschot daarvoor afgelopen vrijdag dat leek met name te wijten aan twee belangrijke factoren uh, uit de VS. In eerste instantie. Kennedy, uh, die heeft namelijk laten weten dat hij uit de presidentsrace stapt. denk je misschien, wat heeft dat nu met crypto te maken? Nou, hij liet die, diezelfde dag, een paar uur daarna, zich alweer zien op een uh, bijeenkomst van Trump. En daaraan liet hij dus ook weten dat hij vanaf nu Trump actief gaat steunen. Uh, en dat zorgde dus voor dat de kansen voor Trump groter worden, met name in de swing states. Ja, inmiddels weten we van Dan al dat hij uh, pro-crypto is, dat hij het beleid uh, volledig in het uh, nou ja, eigenlijk ten dienste van crypto wil gaan inrichten. Dus als de kans weer groter wordt dat hij de verkiezingen gaat winnen, ja dan wordt dat over het algemeen door de markt gezien als een uh, positief toekomstsignaal voor crypto. Nou dat was de eerste factor dus die die boost gaf, maar dat was nog niet alles, want ook uh, Powell die heeft er gesproken ditmaal op het Jackson Hall Symposium en daar heeft hij eindelijk die uh, lang verwachte woorden in de mond genomen. Hij heeft namelijk gezegd dat het tijd is voor een beleidswijziging. En daarmee doelt hij natuurlijk op de rentes, de renteverlagingen die er dus echt aan zitten te komen. Echte harde beloftes heeft hij overigens nog niet gedaan. Realiseer je dat wel? Hij heeft dus niet gezegd: in september gaan we zoveel naar beneden. Maar dus wel duidelijk aangegeven dat het moment daar is om iets aan het beleid te gaan veranderen. Uh, hij heeft daarbij ook laten weten dat het toch afhankelijk blijft van de laatste data die naar buiten gaat komen rondom die verlaging. Maar ja, de markt is gewoon eigenlijk volledig overtuigd op dit moment dat we in september een verlaging gaan zien. Hoe groot die wordt, dat lijkt met name de vraag te zijn op dit moment. En dat was natuurlijk de allergrootste aanjager voor deze situatie bij crypto. Dat is uh, voor Bitcoin, nou, de meeste grote crypto's, is positief geweest. Maar ondertussen aan de achterkant, bij bijvoorbeeld Ethereum, hebben we ook wat dingen gezien die wat vragen oproepen binnen de community. Zo gaat het ditmaal om de Ethereum Foundation die een enorme hoeveelheid Ether heeft verstuurd naar Kraken. 35.000 Ether, dan hebben we het over zo'n 100 miljoen dollar aan waarde. Dus het gaat om serieuze hoeveelheden. Ja, als je dat als partij verstuurt naar een exchange, dan kun je er over het algemeen wel van uitgaan dat dat wordt klaargezet voor op waarschijnlijk korte termijn verkoop daarvan. Uh, nou, dat gebeurt wel vaker, maar bij expliciet deze partij, de Ethereum Foundation zelf, valt dit natuurlijk extra op. En dan let de markt nog wat beter op wat ermee gaat gebeuren. Er is inmiddels wel al toelichting naar buiten gekomen: ze dus zeggen, ja, dit is gewoon onderdeel van alle financiële stromen en financiële activiteiten die wij hebben. Dit maakt gewoon deel uit van het plan. We hebben namelijk geld nodig, zo hier en daar om ook developers en dat soort zaken te kunnen betalen, en daarvoor moeten nou helemaal af en toe verkocht gaan worden. Uh, dat doen ze dus door de voorraden Ethereum onder andere te liquideren op exchanges. Maar toch is de markt nog niet helemaal gerustgesteld. Uh, dat heeft er ook mee te maken dat ze ditmaal deze transactie niet van tevoren hadden aangekondigd. En ook is er op X wat terug te vinden, wat sceptisch over de bedragen waar het over gaat. Want ja, 100 miljoen. Is nogal wat, vinden sommige partijen. Er zijn ook partijen die zeggen van ja, als je dat gaat afzetten tegen, of afzetten tegen de grootte van het netwerk... ...de bruikbaarheid ervan, de wereldwijdheid ervan, dan is het helemaal niet zo'n hoog bedrag. Maar goed, er worden dus ook wel aan de andere kant vragen gesteld over wat er precies gebeurt met dat geld. Is het wel echt nodig om dat te liquideren? En waarom worden die hoeveelheden e niet bijvoorbeeld creatiever ingezet? Bijvoorbeeld in de vorm van steking, om daarmee een deel van die kosten te kunnen dekken? Nou markt heeft daar wat vragen over gesteld. Uh, voor nu lijkt het erop dat er bij een deel van de investeerders in ieder geval ja, het vertrouwen iets kleiner is geworden. Met name omdat ze dus bang lijken te zijn voor een prijsdaling als dit daadwerkelijk op de markt gedumpt zou gaan worden. Nou, ze laten hier vanuit de Ethereum Foundation in ieder geval weten dat het dus niet in één keer verkocht gaat worden, dat ze dat gouden ga wil gaan doen en ook niet alles gaan verkopen. Dus het lijkt mee te gaan vallen. Maar dat was wel even iets wat op de achtergrond nog speelde. Waar het in ieder geval er echt flink in heeft gehakt, het laatste nieuws, bij Toncoin. Je zag het net al, die heeft maar liefst 20% moeten inleveren over de afgelopen week. Heeft daarmee een gaatje gecreëerd dat direct werd opgevuld door Tron. Moet daarmee zelf Toncoin dus ook een plekje zakken in de top 10. En dat heeft alles te maken met het nieuws over de topman van Telegram. Pavel Dulovi is dat, uh, mede-oprichter, CEO oh, ook nog steeds. Is namelijk gearresteerd. Uh, in Frankrijk is dat gebeurd nadat hij daar uh, gisteren of eergisteren was dat met zijn privéjet landde. Uh, maar hij is direct opgepakt. Er was een arrestatiebevel namelijk uitgevaardigd door de Franse OFIM. En dat is dus de grote aanleiding geweest voor deze gigantische daling. Er is namelijk een groot politieonderzoek gaande op dit moment na Telegram. Uh, waar het eigenlijk allemaal om draait is dat... De overheid in Frankrijk in ieder geval vindt dus dat Telegram niet genoeg doet om criminele activiteiten te weren en te voorkomen op het Telegram-platform. Nou, daarvoor hebben ze deze CEO nu dus echt opgepakt. Uh, en Toncoin is natuurlijk van oudsher heel erg nauw verbonden met uh, Telegram. Uh, het, is voor, het staat voor die open network inmiddels, maar het is ooit begonnen als de token, het token-project van Telegram zelf. Het is ook echt door hun zelf ontwikkeld. Nou, dat is nu niet meer in het beheer van Telegram. Dat is naar een andere of een onafhankelijke stichting gegaan. Maar het is nog wel volledig geïntegreerd in Telegram. Je kunt er bijvoorbeeld gewoon mee betalen, uh, opslaan. Je kunt het als wallet gebruiken, noem het maar op. Dus het zit er wel nog heel erg mee verweven. En dat zorgt er dus voor dat ook deze coin flinke klappen te verduren krijgt. Telegram zelf, die vindt het maar niks. Die zeggen in de eerste plaats van ja, hallo, wij voldoen gewoon aan de EU-regelgeving. Dus waar heb je het over? Even heel kort samengevat. Daarnaast vinden ze het ook echt absurd dat een platform of de eigenaar daarvan, want we hebben het hier natuurlijk over een persoon, de CEO, verantwoordelijk is voor het misbruik dat op het platform plaatsvindt. Goed, dat kunnen ze wel vinden. Op dit moment is hij in ieder geval opgepakt en kost dit dus ruim 20% de waarde van de token en ook voor Telegram zelf hakt dit er in financieel opzicht op dit moment stevig in. Meer uh, nou, matig nieuws uit de crypto sector. Je zou het misschien niet verwachten als je de koersen zo ziet. Maar dat is afkomstig van Cardano. De grote upgrade die we hadden verwacht, die is namelijk uitgesteld. Valt nog mee, voor nu is hij uitgesteld tot 1 september. Uh, maar goed, het is wel een kleine tegenvaller natuurlijk voor de community zelf. Wat gaat er met name gebeuren bij die upgrade? Nou, het uh, besluitvormingsproces gaat dan veel meer bij de community gelegd worden. Nu gebeurt dat met name door input-output global. Het bedrijf is dat achter Cardano. Uiteindelijk moet dat dus door middel van stemmen, et cetera, echt bij de uh, community komen te liggen. Dat is het hoofdonderwerp van deze grote upgrades. Behalve dat, verschillende beveiligingsverbeteringen, schaalbaarheid gaat omhoog. Slimme contracten, de DAP-bruikbaarheid op het netwerk zou er allemaal verbeterd mee moeten gaan worden. Dat hadden we dus nu ongeveer verwacht. Eind deze maand stond het op de agenda, gaat nu naar de eerste van de volgende maand toe. Als we dan nog even gaan kijken naar Charles Haskins en wat hij daar zelf over te zeggen heeft, CEO ook een medeoprichter hiervan, valt er wel op wat hij namelijk inhoudelijk meldt. Want hij zegt dat de upgrade zelf aan hun zijde eigenlijk gewoon volledig klaar is. Maar. Verschillende grote exchanges, waaronder uh, in ieder geval Binance bijna een toename wordt genoemd. Die zijn nog niet klaar. Die hebben meer tijd nodig om hun systemen aan te passen. En ja, als je met dat soort grote marktspelers te maken hebt, dan moet je daar op een bepaald moment natuurlijk wel op wachten. Dat gaan ze dan ook doen en daarom is hij dus uitgesteld. Nog een leuk bericht te eindigen: de stablecoin-markt die breekt opnieuw records. En dat zou wel eens goed nieuws kunnen zijn voor de toekomst van crypto. Het is namelijk voor het eerst ooit gelukt om 168 miljard aan stablecoin-waarde te creëren. Dat is het resultaat van bijna een jaar, tot nu toe 11 maanden al aan onafgebroken groei van de hele stablecoin-markt. En daarmee is het dus eigenlijk of eindelijk gelukt om het hoogtepunt dat we hier zagen maart 2022 nu echt te doorbreken grootste speel in dat verhaal is waarschijnlijk geen verrassing. Tether dat heeft de grootste groei laten zien. Is namelijk alleen dit jaar al van een ruime 91 miljard naar meer dan 117 miljard aan market cap gegroeid. Uh, USDC uh, gaat het ook beter. Dat is ook gegroeid. Naar het hoogste punt in ieder geval van dit jaar: 34 miljard market cap. Maar staat toch nog echt stevig onder het hoogtepunt dat zij zelf Eerder genoteerd hebben in juni 2022, toen stond dat op bijna 56 miljard. Maar goed, het gaat uh, weer de goede kant op. En het belangrijkste hieraan is: in ieder geval dat is de lezing van Patrick Scott, uh, dat dit een belangrijk teken is dat er nieuw geld de markt binnen stroomt. En dat zou dus uiteindelijk weer mooie tijden voor crypto kunnen gaan betekenen. Dit is wat de market cap doet, die verbreekt dus records. Aan de achterkant zien we wel nog wat twijfel, want het handelsvolume neemt namelijk wel af. Dat is over alleen juli al gedaald met 8,35 procent. Heeft daarmee nog steeds een hele respectabele 795 miljard dollar aan handelsvolume gerealiseerd. Uh, maar die daling ja, die lijkt nog niet helemaal opgelost. Uh, wat daar een mogelijke reden voor is, de aanstaande MICA-wetgeving. Dat zorgt dus voor wat afwachtendheid in de sector. Uh, en daardoor dat het handelsvolume op dit moment dus nog wat achterblijft bij dit. Gaan wij tot slot door naar de koersen. Koersen op trainingview.com. Dan gaan we de dagkennis erop naslaan van Bitcoin, uitgedrukt in niets minder dan de Amerikaanse dollar. Data van Bitstamp. En dan gaat het ja, uiteindelijk natuurlijk om de situatie van vandaag. Die is. Mwah, nog sowieso met een ruime 1% in de min, handelen we nu toch achter in de 63.000 dollar. Maar het gaat eigenlijk eerst eventjes om dit exemplaar, want hier valt toch wel een heleboel samen. We zien hier namelijk dat we afgelopen vrijdag dus met een plus van 6,13% de dag weten te closen. Daar zelfs nog stevig boven hebben gehandeld op een hoogtepunt van 64.988 dollar. Dus zo goed als de 65.000 eh, die we afgelopen vrijdag hebben aangetikt. Nou, we hebben net gezien, goed nieuws uit de VS, dat daar de, het startschot voor gaf. Maar je ziet hier ook in technisch opzicht natuurlijk een aantal dingen gebeuren. Waar dat we het al vaak over hebben gehad de afgelopen weken hier. Deze driehoek, waar dat we door naar beneden werden gedrukt. Ook deze 50 daagse moving average, die dat extra moeilijk maakt om eruit te breken. Maar we zagen natuurlijk al een aantal dagen bekomen aan het eindgebied hiervan. Dan moet een keer een richting worden gekozen. En die is ditmaal dus naar boven geweest. En dan zie je ook direct nadat we daar dus bovenuit weten te komen. Dat er misschien ook wel een klein stukje short squeeze in die markt al zijn werk gaat doen. Want dan komen we boven een aantal belangrijke punten uit. Zelfs boven die 62k en dan gaat het hard. En dan weten we dus echt in deze volgende zeer belangrijke zone uit te komen. Van die 63,5 tot 64,5. Daar even boven, uiteindelijk close we Dus precies in het midden van dat gebied. Maar dat is nog steeds prima. Want daarmee zitten we ook boven die 200-daags moving average. En dat is eigenlijk een nog veel belangrijker lijn. Waar we heel graag boven handelen. Om dat positieve sentiment veel meer aan te kunnen gaan grijpen. Lukte vrijdag, lukte zaterdag en lukte ook zondag. Die twee dagen gebeurt er niet veel. Beide sluiten we af met 0,14% in de plus. Eh, maar blijven we in ieder geval boven die belangrijke gebieden zitten. Maar blijven we ook binnen deze zone. Nou, voor vandaag gaan we even voor je doortrekken... Uh, gaan we eigenlijk datzelfde plaatje tot nu toe zien? Je ziet wel dat het geheel van de beweging wat meer naar beneden zich aan het oriënteren is. Dat we ook even op de 63.000 maar 128 dollar daarboven uitkomen. Maar voor nu zitten we in ieder geval weer binnen die zon. En aan de bovenkant het hoogtepunt van 64,5 blijft ook nog wat achter bij dat van de afgelopen dagen. Maar goed, zolang we binnen dit gebied kunnen blijven, hier nog boven kunnen closen. Boven in ieder geval die 200-daagse moving average en de onderkant de support hiervan. Is dit nog steeds intact en kun je dus zeggen dat de groeide uitbraak die we hier hebben gezien ja, tot nu toe een succes is. En dat we daarmee dus echt een aantal hele belangrijke niveaus hebben weten te doorbreken. Dat natuurlijk een, een mooi begin kan zijn voor meer positiviteit. Nogmaals moeten we het hier wel even vast weten te houden, maar dat gaat voor nu al een aantal dagen aardig. Dus laten we hopen dat dit voldoende blijft en dat deze positieve uitbraak die we al hoopten de afgelopen periode daarmee dus ook echt stand kan houden. En daarmee hebben we dus weer belangrijke nieuwe niveaus weten te behalen, of dat we die mogen en kunnen gaan vasthouden. Is crypto blijft natuurlijk altijd spannend, maar dan ga ik je wel gewoon iedere werkdag van op de hoogte brengen. Op het YouTube en Spotify kanaal van ons, van Bloks dus, vind je iedere dag namelijk een verse Bloks-update terug. Zorg daarom dat je jezelf als de wie weer gaat subscriben op onze kanalen, want ja, op die manier mis je gewoon nooit iets. We altijd volledig op de hoogte. Voor nu goed je weer gezien te hebben, fijne avond en tot morgen weer. Долго.